Hoi, het is zo mooi weer buiten. Het is echt lekker warm, het ziet er heerlijk uit. Ik heb echt zin om in mijn tuin te gaan werken. Dit is mijn voortuin. Ik moet best wel veel doen. Ik moet deze week heel veel werk nog doen in mijn voortuin en in mijn achtertuin. En vandaag kan je lekker met me meekijken. Hier zie je mijn lage Afrikaantjes. Als je mijn video's van mijn tuin gevolgd hebt, dan heb je dus gezien dat ik ze dus zelf heb gezaaid. Helemaal aan het begin van dit jaar. Het gaat heel erg goed met ze. Ze doen het echt heel goed. Veel beter dan verleden jaar. Hier aan de zijkant van mijn voortuin staan mijn potten er maar zielig bij. De boel is een beetje uitgebloeid. Ziet er niet meer zo mooi uit. En ik moet heel veel onkruid tussen de tegels vandaan halen. Dus dat wordt heel veel werk vandaag. Ernaast zie je de tuin van de buren. Dat is dus niet voor mij. Maar ik kan mijn stuk eigenlijk wel gaan aanpakken en wat leuker gaan maken. Kijk, dit ziet er al gelijk een stuk mooier uit. Ik heb twee van mijn potten dus nu leeggemaakt en die heb ik dus gevuld met kuiflavendel. En je ziet het, mijn kuiflavendel doet het gelijk heel erg goed. Net geplant en er komt al gelijk bezoek. Ik vind de kuiflavendel een hele mooie plant. Ze bloeien wat eerder dan de gewone lavendels. En op zich zijn ze niet echt, zijn ze matig winterhard, maar ik had ze ook eerder hier in mijn voortuin in deze potten. En hier blijven ze eigenlijk wel heel goed gaan. Het is dus belangrijk dat ze niet te nat staan, want dan sterven ze al vroeg in de winter. Maar hier in mijn voortuin gaat het in deze potten wel heel goed. Anders dan gewone lavendel houden ze van een beetje zure bodem, dus ik zal hier ook mijn theezakjes in leeggooien. Hier zijn we in mijn achtertuin. En ik heb dit jaar eigenlijk een beetje mijn, nou niet alleen dit jaar, de afgelopen jaren een beetje mijn aardbeienplantjes verwaarloosd. Ik hou ze wel een heel klein beetje bij qua verzorging en qua voeding. Maar eigenlijk doe ik er niet zo heel veel mee. En ik moet ze veel beter gaan verzorgen om ervoor te zorgen dat ik meer aardbeien krijg. Ik pluk elke dag nu, ik denk zo'n 5, 6 aardbeitjes. Maar het zou veel beter kunnen, maar dan moet ik er ook wel veel beter voor zorgen. Nou, dat ga ik dus ook doen. En om dat een beetje voor mezelf te vieren, heb ik mezelf ook meteen verwend met nieuwe aardbeien. Bijzondere aardbeiensoorten. Pineberry, zoals je hier ziet, en framberry. Pineberry is een soort ananas aardbei en framberry een framboos aardbei. Even heel erg leuk. Dus dat betekent dat ik wel goed aan de slag moet gaan en even moet inhalen wat ik de afgelopen jaren een beetje heb verwaarloosd. Hier zie je een pot aardbeien. Die staat normaal niet hier, maar ik vond dit wel een leuke plek om dit even te filmen. En daarachter zie je dus mijn aardbeienplek. Ik heb 3 potten met aardbeien en daarachter een aardbeienplek. Nou, dat wil ik dus dit jaar veel beter gaan doen. Ik zit er dus aan te denken om de potten met aardbeien. Daar wil ik dus elk jaar uit iedere pot van 1 of hooguit 2 plantjes wil ik dus zo'n uitloper hieraan laten groeien. Dit is een uitloper. Hieraan groeit een baby aardbeienplant. Nou, dat kun je hier ook wel zien. En ik moet eigenlijk beter voor mijn aardbeien zorgen. Dus door niet alle uitlopers zomaar te laten groeien. Maar de meeste uitlopers eigenlijk gewoon weg te knippen. Want alle energie gaat dan van 1 zo'n aardbeienplant naar zo'n uitloper. In plaats van naar het groeien van bloeien en het ontwikkelen van de aardbeien. Dus ik ga uit mijn potten ga ik steeds 1 of 2 plantjes kiezen en die mogen dan 1 uitloper maken. En dan hoop ik dus per pot 2 uitlopers te hebben voor volgend jaar. En dan heb ik dus weer een paar nieuwe baby aardbeienplantjes voor volgend jaar. Ik pak dus een pot, daar doe ik gewoon potgrond in. En dan zie je dus dat ik een uitloper een plekje geef om dus een nieuw aardbeienplantje te worden. En dat doe ik dus per pot 2 keer. En dan alle andere uitlopers die ik zie groeien de rest van het jaar ga ik allemaal wegknippen. En wegknippen zo dicht mogelijk bij de plant wegknippen. En dan gaat alle energie naar de aardbeitjes. Kijk, en dit zijn dus de aardbeien die bij mij in de volle grond staan. Het is even een zooitje dit jaar, want ik heb verleden jaar dus de uitlopers hun gang laten gaan. Waardoor ik dus eigenlijk nu geen aardbeien heb die goed ontwikkeld zijn. Ze zijn allemaal eigenlijk een beetje slappe hap. Misschien zit er 1 of 2 goede aardbeienplantjes tussen die wel wat aardbeitjes geven. Maar ja, de meeste zullen een beetje slappe aardbeienplantjes zijn. Omdat ik ze verleden jaar gewoon veel energie naar van alles en nog wat heb laten gaan. En vooral naar de uitlopers, wat dus een beetje zonde is. Dus ik ga even alles nu goed uitzoeken. Ik ga hier de beschadigde bladeren die je ziet, die dus aangevreten zijn door de insecten. Nou, die ga ik dan wegknippen, zo dicht mogelijk bij de plant wegknippen, zodat de energie dan niet gaat naar het herstel van de bladeren, maar gewoon naar de aardbeitjes. En ik ga alle uitlopers die ik tegenkom hier ook wegknippen. Hetzelfde ga ik dus hier met mijn potten doen.
Je ziet dus, hè, de bladeren zijn flink aangevreten. Nou, dan ga ik dus de beschadigde bladeren ga ik dus allemaal wegknippen. En ik ga ook even kijken waar allemaal uitlopers zitten. En die ga ik dan dus ook zo dicht mogelijk bij de plant zelf wegknippen. Nou, hier kun je het dus ook zien. Je moet even zoeken waar het begint. Kijk, hier begint het zo dicht mogelijk bij het plantje zelf. En dan gewoon even alle beschadigde bladeren wegknippen. Dan gaat er ook geen energie meer naar het herstellen ervan. Maar dan naar het ontwikkelen van de plant en naar de aardbeidjes. Zoals je ziet ligt er best wel dode bladeren tussen. En dat had ik eigenlijk al begin lente moeten doen. Toen had ik alles een beetje hier mooi op moeten knappen. Alle dode bladeren weg moeten halen. Goed kijken welke plantjes het allemaal hebben overleefd. Dat heb ik dus allemaal niet gedaan. Dus dat is echt een beetje jammer dat ik dat zo slecht heb gedaan voor de aardbeidjes. Dus nu alsnog even al het achterstallig werk er maar eventjes doen. Bij het opknappen ontdekte ik ook hier een heel klein aardbeienplantje. Echt een eentje die heel slecht ontwikkeld is. Heeft zelfs maar 2 takken, meer niet. En probeert er nog wel met een beetje energie wat hij heeft, probeert hij er nog wat aardbeidjes uit te proppen. Het ziet er zo zielig uit. Het is eigenlijk gewoon een heel zielig plantje. Dit is dus een van de plantjes die dus van uitlopers verleden jaar zich hier hebben kunnen ontwikkelen. En waarschijnlijk heeft dus de moederplant meerdere uitlopers hier gehad, waardoor eigenlijk geen enkel plantje goed de energie heeft gekregen om zich goed te ontwikkelen. En dan maakt het ook nog eens bloemetjes en aardbeidjes. En dan gaat daar ook nog eens energie naartoe in plaats van gezond te zijn. Nou, ik knip dus de aardbeidjes dan weg, want anders gaat de plant helemaal niks worden. En ik plaats er zo'n stokje bij, zodat ik weet dat hele jonge plantjes zijn. En dan ga ik dus hier alle uitlopers van weg blijven knippen dit jaar. En alle bloemetjes weg blijven knippen dit jaar. Kijken of die zich nog ontwikkelt tot een beter plantje. En anders moet die eruit. Het klinkt zielig, maar een aardbeienplant wil eigenlijk kan 3 dingen doen. Die kan groeien en groot en sterk worden. Die kan bloemetjes maken en dus aardbeidjes gaan maken. Of die kan uitlopers gaan maken en dan baby aardbeienplantjes gaan maken. Maar als die alle 3 tegelijk doet, gaat dus alle energie naar alle 3 de dingen en niks gaat dus heel erg goed. Dus eigenlijk is het beter om een keuze te maken per plant. 1 aardbeienplant maakt bijvoorbeeld alleen maar aardbeidjes. 1 aardbeienplant maakt 1 of 2 baby aardbeidjes. En 1 aardbeienplant is bijvoorbeeld nog zo jong. Die gaat geen bloemen maken en dus ook geen aardbeien, geen uitlopers maken, maar gewoon goed groeien. Nou, hier heb ik een plantje uitgekozen. Die gaat dan dus babyplantjes maken. Die gaat dus voor de babyplantjes zorgen. En dat betekent dus dat de plant die ik dan dus uitkies, die mag dan dus geen aardbeidjes verder gaan maken. Maar die gaat eigenlijk alleen nog maar ontwikkelen. Nou, en van hetzelfde plantje pak ik dus nog 1 uitloper. Die zie je hier al lopen. Dus dan heb ik 1 plantje uitgekozen. Die maakt geen bloemen. Die haal ik allemaal weg. Geen aardbeidjes, hè, omdat ik dus de bloemen weg heb gehaald. Maar 2 uitlopers. En die plaats ik dan zo in een potje voor volgend jaar. En na al het harde werk, na dus alle aardbeienplantjes even goed bijgewerkt te hebben, ga ik mezelf belonen met een bak met mijn 6 nieuwe aardbeienplantjes. 3 pineberries en 3 framberries. En dan ga ik het vast en zeker dit jaar veel beter doen. En heb ik volgend jaar, hoop ik, gewoon veel meer aardbeien. En ook lekkere aardbeien, maar ook bijzondere aardbeien. Ik ben heel benieuwd hoe die framberries en die pineberries gaan smaken. Nou, ik heb dus eerst potgrond in de bak gedaan, zoals je al zag. En ik doe hier even een laagje boomschors eroverheen. Dit is even om al het vocht wat beter vast te houden. De aardbeienplanten die willen wel wat meer vocht hebben, dus niet uitdrogen. Ook niet te nat, maar in elk geval niet uitdrogen. Nou, dan dus weer een goede laag potgrond eroverheen. En dan kunnen de aardbeidjes erin. Wanneer ik de plantjes uit de bakjes haal, dan hou ik het altijd eerst even zo op de kop. En ik druk een beetje aan de zijkanten erin, zodat hij wat makkelijker loslaat. Nou, en dan past hij dus zo prima in het gat. Je moet wel even opletten dat de kroon van het plantje, dus waar alles aan vast zit, dat moet boven de grond uitkomen. Dat mag je dus niet onder de grond bedekken. Kijk eens aan, ze zitten er netjes in. 3 framberries en 3 pineberries. Het zijn nog jonge plantjes, dus ook nu moet ik gewoon een keuze maken. Wat ga ik ze laten doen? Ik ga ze in elk geval geen uitlopers laten maken, omdat ze nog zo jong zijn. De aardbeidjes zal er ook wel niet in zitten dit jaar, omdat ze nog zo klein zijn. Dus dan zal ik ze dus voornamelijk nu laten ontwikkelen, laten groeien, dat het grote sterke plantjes worden. En dan volgend jaar
Dan krijg ik de cranberries en de pijnberries. Klaar met de aardbeien? Nou, nu even een ronde doen langs mijn viooltjes. Hier zie je dus dat ik zaadjes heb. Ik laat meestal bij de viooltjes een paar bloemetjes staan. Vooral als ze een beetje klaar zijn met bloeien, laat ik er een paar staan om zaadjes te krijgen. Normaal knip ik alle uitgebloeide bloemen weg, want dan blijft het langer goed. Kijk, en zo zie je dus als je een bloemetje niet wegknipt, dan gaat dit helemaal bol worden. Dat gaat helemaal dik worden, vol met zaadjes erin. En als het klaar is, dan springt die dus zo open en de zaadjes zitten er goed in vast. Nou, die ga ik dus nu knippen en die ga ik dan dus nu over een potje gieten om over een paar maanden dus weer mooie nieuwe viooltjes te hebben. De viooltjes die je hier ziet, die had ik rond de herfst gekocht. En door altijd eigenlijk alle uitgebloeide bloemen steeds weg te knippen, blijven ze nog best lang goed. Maar nu is hij er klaar mee. Geef niet, want ik oogst dan weer nieuwe zaadjes. En dan geeft deze dus me straks weer nieuwe viooltjes. Ik heb hier een pot met potgrond. En daar ga ik gewoon eigenlijk de viooltjes overheen strooien. Ze zitten echt heel stevig vast. Dus eigenlijk wrik ik ze met mijn nagels los. En dan strooi ik ze dus gewoon hier overheen. En wanneer de plantjes langzaamaan uit beginnen te komen en een beetje kleine mini-plantjes beginnen te worden, dan haal ik ze er voorzichtig uit en dan geef ik ze een plekje in mijn tuin of in nieuwe bloembakken. Nou, kijk, hier zie je ze dus. Zo strooi ik ze dan over mijn grond, druk ik ze een beetje aan. En dan gewoon goed water geven, zorgen dat het wel vochtig blijft en dan heb ik straks weer nieuwe babyviooltjes. Naast alleen maar water geven, moeten de plantjes ook gevoed worden. Ik ga dus hier mijn aardbeidjes mijn eigen gemaakte voeding geven. Ik had een week geleden banaantje gegeten, bananenschil in reepjes geknipt en in kleine stukjes geknipt. En gewoon in een melkpak gedaan, warm water erbij, een week laten staan in mijn vensterbank met de zon er lekker volop. En dan heb ik dus nu voeding voor mijn plantjes, voor mijn bloemetjes en in dit geval de aardbeidjes. Maar het kan ook bij mijn viooltjes, kan ook bij andere bloemen. Heel simpel om zelf te maken. Nou, klaar, dus ik ga nu weer een nieuw aardbeidje eten en dan weer de schil ga ik dan weer scheuren, in reepjes scheuren en dan in stukjes knippen en dan weer in een melkfles met warm water. En dan heb ik volgende week dus weer nieuwe voedingsmiddel voor mijn plantjes. En mijn geranium die wil ook wat verzorging hebben. Dit is de geranium die ik zelf ook heb laten overwinteren. Hij ziet echt prachtig uit, doet het hartstikke goed. Maar het begint nu een beetje uitgebloeid te raken. Geeft helemaal niets. Wel moet ik ervoor zorgen dat de energie van de plant dus niet gaat naar het maken van nieuwe zaden. Want dat duurt heel lang, schiet op zich niet zo heel erg op. Ik heb dus liever dat alle energie gaat naar de knoppen die nog dicht zijn. Je ziet ook, er zijn hier allemaal dichte knoppen. En zodra ik dus de uitgebloeide bloemen weghaal, gaat alle energie naar de nieuwe knoppen. En dan heb ik straks weer dus nieuwe bloemen. Het ziet er alweer een stuk beter uit, ziet er weer mooi netjes verzorgd uit. En als je goed kijkt, onder de bloemetjes die ik dus weg heb geknipt, de uitgebloeide bloemen, zie je dus ook echt nieuwe knoppen. Nou, die staan dus gewoon te wachten op hun beurt. En zodra dus alle energie die anders nu naar de uitgebloeide bloemen zou gaan, die gaan dus nu naar de nieuwe knoppen. En dan zijn zij aan de beurt en gaan ook zij bloeien. En hebben we dus weer meer energie over in de plant voor nog meer nieuwe knoppen. Nou, en dat gaat dus zomaar door. En daardoor is het wel belangrijk om dus bij je geranium alle uitgebloeide bloemen weg te halen. En dan gaat energie dus weer door naar de knoppen en naar het maken van nieuwe knoppen. In mijn achtertuin heb ik ook nog wat hele kleine lage Afrikaantjes staan. Die nog niet zo ver zijn als de lage Afrikaantjes in mijn voortuin. Die heb ik ook iets later gezaaid. En ze zijn nog heel klein zoals je ziet. Nou, en dit is de reden waarom ze in mijn voortuin zo groot zijn en veel beter dan verleden jaar. Dit jaar haal ik alle bloemknoppen weg zolang ze nog zo klein zijn. Ik laat geen energie naar het maken van bloemen gaan, maar naar het ontwikkelen en groot en sterk worden van de plant. In mijn voortuin heb ik even een heel klein beetje geprobeerd hier wat orde aan te brengen. Het ziet er nog steeds een beetje rommelig uit, maar goed, dat moet ik volgend jaar beter aanpakken. De tulpen die zijn uitgebloeid en ik heb nu maar eventjes de stukken die eigenlijk helemaal klaar zijn, heb ik er even van weggesnoeid. Ik laat de tulpen nog zo lang mogelijk hier staan, want dan vangen de bladeren nog wat zon op en alles wat groen is, haalt de bol dan nog leeg voor de groei van volgend jaar. Maar alle stukken die nu helemaal geel zijn, nou, daar heeft de bol dus eigenlijk al alles al uitgehaald, dus die kan ik alvast een beetje wegknippen. Ziet er dan wat netter uit.
veel gedaan vandaag. Er valt nog steeds veel te doen deze week. Maar voor vandaag heb je even met me mee kunnen kijken in mijn tuin. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doepa doe!